Als kind had ze twee bijnamen. Het was ook Prinses Glimlach, dat herinneren we ons allemaal. Kano het in de vijver meedoen, de leuke bolle toet en noem maar op de kinderpostzegels. Maar ze heette in het paleis Prinses Stamvoet. Ontzettend driftig, kapot gooien, dat soort dingen meer. Ze groeide op in de ruzies van Soestdijk en wist, ik ga dit anders doen. Zij wist door die ervaringen precies hoe het niet zou moeten. Streng in de leer waakt ze over de erfenis van de Oranjes. Zij bewaakt die monarchie als een leeuwin. In profiel, de Beatrix-doctrine. Willem Hogendoorn, bekend als Thomas Ros, schrijft gebaseerd op research literaire thrillers en tv-scenario's. Voor de VPRO-televisie werkt hij nu aan een dramaserie over Bernard. De charmante, roekeloze prins der Nederlanden die zelfs tot na zijn dood zoveel stof deed opwaaien. Zou Beatrix daar zelf naar gaan kijken, denk u? Oh, ongetwijfeld, want ze ziet alles. Het is niet zijn eerste Oranje-script. In de jaren 80 schreef Ros voor de KRO-televisie de serie Wij Alexander. Over de zonderlinge zoon van koning Willem III. Van wie even dreigde dat hij op de troon zou komen. Want deze Alexander was een beetje raar, woonde hier in Den Haag met een aapje en een secretaris. Deed open zijn onderbroek, dronk te veel. Schizofrenie wordt wel eens gezegd. Een buitengewoon merkwaardige jongen. Hou daarmee op! Hou daarmee op, zeg ik u! Het lijkt Ros een mooi idee om delen van de serie te laten verfilmen in de originele decors van Oranjepaleizen. Via bereikt dat verzoek koningin Beatrix. De koningin leest het script. Ik ben een aantal malen blijven zitten op school en ik ken proefwerken vol met rood, maar zoiets heb ik echt nog nooit gezien. De krant. Ja, de krant. Hoogheid. Nee, staat erbij. Uitroepteken staat erbij. Dus het was voor ons geen verbazingwekkende mededeling dat het niet doorging en dat we naar Tsjechië zijn vertrokken. Wat zegt dat over Beatrix? Ik vermoed dat Beatrix, al toen ze de troon besteeg, heeft gedacht, ik ga dat Oranje Huis in eer en luister herstellen. De koningin! Ik denk dat zij het ook niet fijn vindt dat er te veel over die menselijke kant wordt geschreven. Waarom niet? Omdat dat kwetsbaar maakt. Zij bewaakt die monarchie als een leeuwin. De koningin! Ze heeft zich zo in dienst gesteld van haar opdracht. Bij de gratie van de mythe, de gratie God, zal ik maar zeggen, moet ik dit doen. Daar kan geen vuile was bij komen, dat kan niet. De koningin! Wat is dan de Beatrix-doctrine? Geen fouten maken, professioneel zijn. Laten zien dat je bestaansrecht hebt als monarchie. Bindende factor zijn. Geen flauwekul. Dus je laat eigenlijk wel een stevige basis achter. Er zijn een paar zekerheden in dit land. De euro en de koninklijke familie. En de regen. En dat is het. De koningin! Een vorstin die waakt over het erfgoed. Als symbool van de continuïteit, een schakel tussen verleden en toekomst, heeft hij bovendien, zoals alle publieke ambtsdragers, de verantwoordelijkheid het ambt in alle waardigheid ongeschonden door te geven aan de volgende generatie. Het ambt ongeschonden doorgeven. Er is weinig keus voor het kind dat met die opdracht wordt geboren, hier op Paleis Soestdijk. Onbewoond nu, maar wel goed voor 100.000 dagjes mensen per jaar, vrouwen vooral. Nieuwsgierig naar hoe ze er ooit woonden, Juliana, Bernard en de kinderen. Vredige plaatjes, maar ook die andere geschiedenis van Soestdijk is genoegzaam bekend. Een verscheurd huwelijk, tumult, buitenechtelijke affaires, Greet Hofmans, Lockheed. De monarchie trillend op de grondvesten. Dat huwelijk was een oorlog. Ik denk dat dat heel bedreigend geweest is. Als je je ouders in gevecht ziet, de ene ouder in die vleugel gaat wonen en de andere ouder in de andere vleugel. Verschrikkelijk vond ze het. Verschrikkelijk. En je worstelt zelf ook met, moet ik dit laten gaan doen? En hoe ga ik dat dan doen? Ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is geweest. Het was toen bepaald niet vanzelfsprekend in de Nederlandse samenleving dat het instituut het zou overleven. Ik heb, toen ik jong was, misschien wel begrijpelijk, nogal opstandige gevoelens gehad ten opzichte van mijn eigen toekomst. Het idee dat je dat moest doen. En de druk die dat in mijn weg kwam. Vraag het de overtuigde republikein Thomas Ros. Of de overtuigde monarchist Gerrit Braks, die bijna 12 jaar minister van Landbouw was en haar kent van vele, vele gelegenheden. Of vragen Dorine Hermans of Daniela Hooghiemstra, die historische boeken over de Oranje schreven.
Of deze, Jan Hoedeman, Volkskrantjournalist, royalty watcher, kenner van wat wel eens het Beatrixisme wordt genoemd. En ze zullen allemaal in eigen bewoordingen zeggen: hier op Soestdijk, waar de monarchie een uitdragerij dreigt te worden, groeit in het hoofd van de jonge kroonprinses haar missie. Ik moet de geschiedenis keren. Ik zal het restaureren wat hier wordt aangericht. Zij wist door die ervaringen precies hoe het niet zou moeten. Ik heb altijd het gevoel gehad dat haar waardigheid mede gevoed werd door de overtuiging die ze droeg. Dat moet mij toch eigenlijk niet overkomen. Zij zou niet een slecht huwelijk willen. Ze zou niet een kinderschare willen over de vloer thuis die getuige was van spanningen en gedoe. Zij zou geen affaires en ellende willen hebben. Geef mij de macht, geef mij de troon, ik zal het doen. Even hakken en hameren. Ze boetseert een nieuw koningschap. Dat van de perfecte vorstin, geen dag, zal ze het luchtig opvatten. De hofhouding wordt opgeschud. Het werd meer een ministerie. Ze wilde er een geolied bedrijf van maken. Zij heeft een hele volgzame, zeer gehoorzame nieuwe management neergezet. Een management. En alle oude knakkers, de Van Boelen van Aschouts, Bischof van Heemskerk, allemaal weg. Want dat was, ja, dat was dolle pret met Bernhard natuurlijk allemaal. Strenge bazin? Absoluut. Ja, het opperhoofd in de grote Wiegman-wam, zoals Willem-Alexander haar noemt. Ja, als er dingen fout gaan, dan worden er mensen afgerekend. Het Beatrixisme staat voor inhoudelijk koningschap en, van kleding tot haardracht, voor een beeld. Vrouw die een instituut wil zijn. De manier waarop ze zich laat portretteren. Ik heb wel portretten gezien van Juliana. En die zijn dan zo'n beetje naturalistisch geschilderd. Zo'n natuurgetrouw, een beetje zo echt geprobeerd om het portret van de mens naar voren te brengen. Bij Beatrix zie je dat het meer dan portretten, concepten zijn van haar. Het zijn constructies. Ja, het is een creatie. Het koningschap is een creatie. Het kapsel, bijvoorbeeld. Dat is ook een vrij uniek concept. Het is gewoon een soort harnas. Je ziet nooit losse haartjes. Ik denk dat Maxima ook al eens gezegd heeft. Wat zou Maxima tegen haar zeggen? Nou, geen majesteit natuurlijk. Moeder. Nou goed, moeder doet het haar nou eens anders. Het feit dat dat silhouet op de munt en op de postzegel herkend wordt, dat heeft ze zelf geschapen natuurlijk. En het protocol keert terug op de paleizen. Groter dan met haar moeder kon het onderscheid niet zijn. Ik heb altijd het land gehad aan alles wat conservatief en ouderwets was. Het land aan protocol. Beatrix is protocol. Het koningshuis bestaat, dat weet ze heel goed. Bij de gratie van het protocol, bij de gratie van wat dan? Ik doe mijn leven lang mijn best om niet ouderwets te worden. Als het protocol er niet was, als de journalistiek haar met enige regelmaat kon bespringen en zij haar emoties de vrije loop liep, dan was het gauw gebeurd met het koningschap. Los van haar positie, wat is zij voor vrouw? Ja, je vraagt nogal wat, hè? Wel, wat is uw indruk? Ze was heel makkelijk in de omgang als je ze eigenlijk kende. Mijn overleden echtgenoot ook, die heeft uren met haar gepraat tijdens recepties en partijen. En die spraken gewoon over de kinderen en de gang van zaken naar de school en dingen die thuis aan de orde waren. Ik heb één die helaas te groot is voor kleertjes, maar ik vind hem wel weer top. Dus hartelijk bedankt. Dank u wel. Zo, was het nog een Nou, ik vind het. Mensen hebben me wel verteld dat dan zien ze haar opeens moet ze van die gezellige vrouw die houdt van gezelligheid en hartelijkheid, moet ze opeens in functie komen. En dan zei iemand tegen mij, dan zie je gewoon opeens alsof het een ander pak is waar ze in stapt. Een rol waar ze in stapt. Een toneelspeler die in een rol stapt. Ze is een totaal ander mens, wordt ze dan. Ze heeft een lange en soms ongeduldige weg afgelegd naar de hoofdrol die op haar wachtte. Veel van de eigenschappen die ze nu gebruikt had ze als kind al. Perfectionisme. Plichtsbetrachting. Na de inhuldiging van haar moeder, dat was de eerste grote bijeenkomst waarbij zij echt koninklijk moest representeren. Daar, de volgende dag zei ze tegen haar juf van de lagere school dat ze pijn in haar kaken had, in haar wangen van het glimlachen. Omdat ze had toen al het gevoel, ik moet naar iedereen glimlachen. Ik doop u Limburg. En zo zal het land er ook leren kennen, de vrolijke kroonprinses, goedlachs.
Maar ze is ook eigenzinnig. Beatrix heeft twee namen altijd. Het was of Prinses Glimlach, dat herinneren we ons allemaal. Kano het in de vijver meedoen, de leuke bolle toet en noem maar op de kinderpostzegels. Maar ze heette in het pleis Prinses Stamvoet. Het was een heel jongensachtig meisje. Temperamentvol, driftig, ongeduldig. Russisch bloed. Ze heeft een sterke band met haar vader. Zij is echt een Bernhard adept, dat is ook zo. De oudste dochter en de vader, dat is het clichévoorbeeld eigenlijk. Ik wil een woord van dank richten tot allen die aan mij gedacht hebben en van hun goede wensen hebben blijk gegeven. Als ze 18 is, breekt de Geet Hofmans affaire uit. Koningin Juliana, die tot grote ergernis van de man onder invloed raakt van pacifistische en zweverige ideeën. De ambitieuze kroonprinses belandt tussen twee vuren. Want als we het over de Hofmans-affaire hebben, is het heel duidelijk dat Bernhard absoluut wilde dat Juliana niet opberg in een ziekenhuis, zoals wordt gezegd, maar Juliana moest afstand doen van de troon eigenlijk. Ze werd op een gegeven moment gedwongen om partij te kiezen tussen haar vader en haar moeder. De indruk is altijd dat zij meer aan Bernhards kant stond dan aan die van Juliana. Haar vader heeft later gezegd tegen een journalist, in allerlei banden die pas heel laat zijn opgedoken, dat zijn vrouw Juliana toen het idee heeft gehad, dat ook door Geet Hofmans ingegeven, dat hij en Beatrix een complot tegen haar smeden. Leden der Staten-Generaal. Ofschoon meer dan drie... Werd Beatrix door haar moeder, denk jij, ook bij staatszaken betrokken? Nee. Beatrix heeft er ooit over geklaagd dat ze nooit iets te horen kreeg. Ze kreeg niet meer te horen dan wat er in de krant stond in feite. En dat heeft voor haar niet makkelijker gemaakt om ooit koningin te worden. De lange weg naar de troon. Koningin Juliana, die zielsveel van Bernhard blijft houden, geeft die troon pas in 1980 op. In een eerdere uitzending van Profiel vertelde oud-premier Ruud Lubbers hoe blij Beatrix was. Hoewel wij geen vriendschappelijke verhouding hadden, kenden we haar, mijn vrouw en ik, dan zodanig goed dat het in de reden lag om haar eens een keer uit te nodigen. En dat was puur toeval. Ik geloof dat ze toen naar het Concours Ripiek in Rotterdam gingen en daarna bij ons, was dat een etenhapje, kwamen eten. Dat was geen groot diner. En die avond herinner ik me dat ze stralend binnenkwam en ik zei, het moet wel een erg goed Concours Ripiek geweest zijn. U ziet er zo opgewekt uit. En toen vertrouwden ze mij toe. Ja, de kogel is door de kerk. Het gaat nu gebeuren. Mijn moeder heeft de knoop doorgehakt. Of melken worden ze ook gebruikt. Maar die herinnering, die zit natuurlijk in mijn geheugen. Dus ze zag er verlangend naar uit om dat te gaan doen? Absoluut. Ze was gemotiveerd. Ze was voorbereid. Cabaretier Paul van Vliet, ooit studievriend van Beatrix, weet nog hoe rigoureus alles veranderde. De kroonprinses nodigde al haar maten uit het verleden ten paleize uit. Officieel, om afstand te nemen van de jovialiteit. Iedereen voelde, hier gaat iets gebeuren, hier wordt iets afgesloten. En vlak voor het einde van het feest heeft ze een toespraak gehouden. Het was een heel emotioneel moment, voor haar en ook voor ons. Daarin heeft ze gezegd, het waren 4 feestelijke jaren. Ik heb kunnen doen wat ik wou. Af en toe was ik even bij jullie weg, omdat ik een klusje moest doen als kroonprinses. Maar ik heb hier kunnen leven zoals ik eigenlijk wou. En ze heeft ons ook bedankt voor wat wij aandroegen aan vriendschap en gemak voor haar. En ze heeft toen gezegd, die periode sluiten wij nu af. Ik ga me vanaf nu werkelijk voorbereiden op dat koningschap. Jullie moeten begrijpen dat de omgang die wij tot nu toe hadden voorbij is. De koningin! Je kent misschien de prachtige anekdote van Freddy Heineken toen ze koningin werd. Want Heineken was een huisvriend, hè, van de Oranjes. En dat zei dus, meneer Heineken, ik wil nu niet meer dat u trick zegt. Want dat zei hij natuurlijk gewoon. Dat is een vrij grove man, Freddy Heineken. Ik wil voor haar majesteit genoemd worden. En Heineken zei toen, Trix, moet je eens luisteren, ik ken wintertijd en ik ken zomertijd, maar ik ken geen majesteit. Vanaf dat moment, zo gaat de anekdote, is er geen Heineken meer binnengekomen in de paleizen. Maar ja, dat typeert haar. Ze heeft dat koningschap draagt ze echt heel hoog met zich mee. Je moet daar niet gekunsteld mee omgaan door geforceerd mevrouw te gaan zitten zeggen, dat is niet echt. Dat is niet echt. Majesteit, maar dat is majesteit, hè? Gewoon fors, majesteit. Ze is majesteit waardig.
Gerrit Braks is dan jong minister van Landbouw. Trouwens de eerste bewindsman die door Beatrix wordt beëdigd. Hij is erbij als in de Nieuwe Kerk in Amsterdam Beatrix wordt ingehuldigd. En ik vroeg me ook steeds af, wat overkomt mij dat ik hier op de voorste rij erbij mag zitten als minister? Dat was geen schrijden, dat was geen lopen, dat was... verschijnen. Zo markant voor iemand die de troon aanvaardt en daarmee ook uitstraalde. Hier sta ik en ik zal het doen onder welke omstandigheid dan ook. Ik ben er klaar voor. En ze kiest uitgerekend het roerige Amsterdam als plaats van de inhuldiging, de hoofdstad, waar ze tijdens haar huwelijk al met rookbommen was onthaald. Maar ze bleef waardig en is ook naar buiten gegaan samen met Juliana. Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Zojuist, ja. En een zorgelijke blik bij Beatrix. Ja, je zult daar staan. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Maar alweer de koppigheid om dat verdomme in Amsterdam te doen. Waarom? Pure provocatie geweest. Reken maar dat adviseurs hebben gezegd, Den Haag, Den Haag. Lekker op Noordeinde gestaan, op dat balkonnetje, gezellig, oranje publiek hier. Maar ze wilde Amsterdam veroveren? Ja, natuurlijk heeft ze Amsterdam. De woede over wat er allemaal aangekondigd was, wat gaat er gebeuren, daar. Ja, dat typeert haar. Typeert haar. Ik vind dat zij daar worstelt met van, gaat dit goed? Wat voor beeld geeft dit? Ongelukkige start. Pijnlijk. Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Beatrix, door haar moeder amper bij staatszaken betrokken, ontpopt zich als een koningin die veel wil weten en toeval verafschuwt. Of om met Ruud Lubbers te spreken. Ik zou maar zeggen, onderschat niet de kennis en de informatie van de koningin. Is geen minister die niet met knikkende knieën dat bordesje op en af gaat. De leergierigheid blijkt bij de eerste formatie. Het kabinet van Acht den Uyl. De informateurs moeten elke dag opdraven. Die waren iets heel anders gewend. Namelijk de koningin die brief je telefonisch of je gaat eens per week eens langs. Maar niet dag in dag uit over iedere millimeter. Wacht even, de informateurs in dat geval werden ongeveer dagelijks op het paleis gevraagd? Ja, die moesten vertellen wat er was gebeurd die dag. En die informateurs werden daar erg moe van. Horen dol van? Zo kan je het ook zeggen. Zij moest laten zien dat ze het kon. Maar ja, uit angst het niet goed te doen, wil je dus gewoon alles weten. Dat is gewoon de bekende eigenschap van iemand die ernstig controle wil houden over een proces. Ja, hij staat. Goedemiddag. Maakt u het? En Beatrix is ook niet het meisje wat gaat zitten en zegt van, nou, dan ga ik net als Gustav in Zweden de lintjes doorknippen. En wat gezellig. En Maduro dan mijn huisje weer openen en dat soort dingen meer. Ze wil dat. De informele macht van Beatrix. Het is wat we inmiddels het geheim van het Noordeinde noemen. Ja, ze heeft natuurlijk fantastische adviseurs. Iedereen staat ook voor haar klaar. Ervaring is natuurlijk de belangrijkste bron van het vergaren van kennis. En wie heeft er nou meer ervaring in beleidsdossiers, in maatschappelijke ontwikkelingen? Gewoon persoonlijke ervaring, want ze wordt elke dag daar ook op aangesproken, dan de majesteit. En ze noteert ook alles, elk gesprek wat je met haar voert, wat wij als ministers periodiek deden, dan komt ook automatisch het dossier met de oude aantekeningen weer terug en je wordt opnieuw verhoord, hoor. Verhoord? Nou, verhoord, ik gebruik nu een woord wat overdrachtelijk is, maar daar komt het wel op neer. Eenmaal gezegd, kun je altijd weer mee geconfronteerd worden. Zij notuleerde zelf die gesprekken? Ja, maakt zelf aantekeningen tijdens het theedrinken. En noteert eigenlijk de cruciale momenten van het gesprek. Dan moet zij inmiddels archiefkasten. Dat moet wel, ja. Ja, dat moet wel. Ze heeft ernstige opvattingen over het koningschap. En er ligt een veiligheidslot op zo'n beetje alles wat maar mis kan gaan. Paul van Vliet ervoerde absurditeit van dat perfectionisme. Ik was gevraagd om mee te helpen bij de opening, de heropening van Diligentia Theater aan het Verhout in Den Haag. En de koningin zou de officiële openingsverhandeling verrichten. En we hadden daarvoor een oude lichtkast op de kop geduikeld. En zij moest dan een hendel overhalen. En daar is heel lang over vergaderd hoe dat moest. Hendel mocht niet te hoog zitten, want dan zou de jurk van de koningin kunnen scheuren. Mocht ook daarom niet te hoog zitten, want dan zou er een shot in de oksel van de koningin komen. Mocht ook niet.
Over ieder detail van die opening is eindeloos vergaderd door 85 functionarissen die alsmaar opkwamen draven en weer nieuwe invalshoeken zagen en wat vooral niet en wel mocht. En ik heb er met verbijstering naar zitten kijken en toen op een gegeven moment ook tegen de directie van Diligentia gezegd: jongens, luister, laten we het nou gewoon doen zoals wij het willen. En als er rotsen van komt, dan neem ik de verantwoordelijkheid op me. En dan zal ik proberen het om, als er iets niet helemaal comnivo is, om dat met de koningin uiteindelijk in orde te maken. Nou, wij hebben dus precies gedaan wat we wouden en niemand heeft er iets van gezegd. De Beatrix-doctrine is meer dan herstel van grandeur. Ze voelt zich minstens zo verantwoordelijk voor de geschiedenis van het Oranjehuis. Want ze beseft heel goed, zo vanzelfsprekend is het allemaal niet, de verbondenheid van familie en natie. Van huis uit zijn wij geen monarchie, want we waren bij uitstek een republiek. We bestaan maar 150 jaar als koninkrijk, iets langer nu. We zijn altijd een republiek geweest. Die Oranjes zijn stadhouders namens de republiek geweest. Mensen weten dat ook nooit. Honderden jaren lang. Met onze Puriteinse opvattingen, omdat we allemaal een beetje Calvinistisch zijn natuurlijk, was dat ook geen vanzelfsprekendheid. De bloei van de Nederlanden, de VOC, Rembrandt, de uitvindingen, het is allemaal onder de republiek gekomen. De wijze waarop Beatrix vorm heeft gegeven aan de monarchie heeft tot resultaat dat de monarchie praktisch onomstreden is op dit moment in Nederland. In 2007 publiceren Dorien Hermans en Daniela Hooghiemstra, historici journalisten, een boek over Beatrix' 19e-eeuwse voorvaderen, de koningen Willem I, II en III. Ze bestuderen ooggetuigenverslagen en koninklijke archieven en koersen op één vraag. Wat waren het voor mensen, die koningen? We wilden vooral die mannen tot leven brengen. Waardoor je ook veel meer inzicht krijgt in hoe die monarchie werkte en wat dat doet met mensen. Het was ons echt te doen om de karakters van die mannen. En ja, dat is wat mij betreft gelukt. Je krijgt niet het formele beeld. Willem I komt tevoorschijn als een eigenzinnig solist die het land berooid achterlaat. Nou, een echte machtspoliticus. Hij was ontzettend perfectionistisch en heel detailistisch. Hij wilde alles zelf doen. Hij wilde niet dat mensen met hem over zijn schouder meekeken. Willem II wordt beschreven als een wankelmoedige figuur. Tegenovergestelde van zijn vader. Juist helemaal niet planmatig. Iedere dag wilde hij eigenlijk weer wat anders. Zijn seksleven was niet echt helemaal op orde. Tenminste, in die tijd werd bijvoorbeeld homoseksualiteit gezien als misdadig. En daar bezondigde hij zich aan. Hij had zich vermaakt met jonge mannen. En als dat in de doofpot moest blijven, dan moest de koning 60.000 gulden betalen. Hij was te chanteren. En daar heeft hij het koningschap mee in gevaar gebracht. Willem III, vader van de latere koningin Wilhelmina, komt uit de ooggetuigenverslagen naar voren als een, hoe zullen we het zeggen? Half waanzinnig was hij toch echt wel, vanaf het begin. Hij was paranoïde. Hij had altijd het idee dat er tegen hem werd samengezworen. Hij was een exhibitionist. Hij heeft aan het meer van Genève heeft hij zijn geslachtsdelen ontbloot voor boten die voorbij voeren met vooral veel dames erop. Nu zouden we dat misschien manisch depressief noemen. Hij had enorme wisseling van stemmingen. Dus hij kon de ene dag zum Tode betrübt zijn en de volgende dag weer juist heel enthousiast. Maar dat enthousiasme was ook weer onmatig. Dus hij kon plotseling een plan hebben. Dat moest onmiddellijk worden uitgevoerd. Maar dan kwam er eigenlijk niks van terecht. En dan was hij het een week later alweer vergeten. Hoe lang is de man koning geweest? 41 jaar. 41 jaar? Ja. Dus ja, dat is nogal wat. Dat is zo'n gekke man dat hij 41 jaar op de troon kon blijven zitten. Dat zegt wat. Als het boek verschijnt, laat koningin Beatrix onmiddellijk haar voorlezingsdienst een persbericht lanceren. Mijn voorouders worden hier eenzijdig belicht. Een rel is geboren. Ja, ik was ontzettend verrast. Ik dacht dat het een grapje was. Als je de boekschrijver uit Koning Willem I met alle voortreffelijkheden toch als een machtspoliticus tevoorschijn komt. Koning Willem II als een biseksuele, wankelmoedige man die het ook niet allemaal weet. En Koning Willem III als een geestelijk gestoorde. Mag je misschien wel aannemen dat er een beetje boze reactie komt, of niet? Ja, aan de andere kant is het natuurlijk met de geschiedenis zo dat je de historicus niet de schuld moet geven van wat er vroeger gebeurd is. Waarom wint Beatrix zich zo op over een verhaal dat haar bedovergrootvader koning Willem II biseksueel was. Dat is niet normaal als je daarover opvindt. Als ik... Hè? Nee? Nou, nee.
Kan het kwaad? Beschadigt het koningschap van vandaag de dag? Is het niet zo dat alle koningen in hun leven altijd gerotseld hebben? Kunnen de Spanjaarden zijn een monarchie? Nou, je kunt toch prachtig over Alfons VI. Juan Carlos gaat daar toch niet eens op reageren? Misschien ligt hij dat wel lachend te lezen en denkt ik wel dat ik zo was. Jan Hoedeman meent te weten waarom Beatrix destijds zo fel interveneerde. Juist omdat de auteurs in het Koninklijk Huisarchief waren geweest, had het een soort uitstraling van dit is koninklijk goedgekeurd. En zij wilde dus voorkomen dat die uitstraling had. Zij heeft dat gedaan om te voorkomen dat toekomstige historici met dat beeld van die drie koningen zo aan de haal zouden kunnen gaan. Ja. Dat er meer te bestuderen viel dan de seksuele escapades en de geestelijke afwijkingen van drie koningen. Als hier een Diana-affaire was geweest en ik had de film The Queen gemaakt, dan was het hof uit elkaar gespat en had Beatrix de RVD erop gezet tot aan de Hoge Raad toe om die film. Heb je ook nog iets vernomen van Elisabeth, omdat Helen Mirren prachtig Elisabeth speelt in de dagen met Philip dat Diana dood was? Daar moet je helemaal niks aan doen. Des te aardiger, des te sympathiek. En er zitten speculaties in hoe koud en kil ze zich hebben gedragen, hoe Charles opzij gaat. Dat had hier nooit gekund. De woede was uit het paleis gespat. Ik heb het koningschap niet gekozen, wel aanvaard. Een vorstin die al heel jong heeft besloten om haar dynastie te gaan beschermen. En voor wie persoonlijke affaires een gruwel zijn zelfs, als ze onder het oudste stof liggen. We hebben hier te maken met een temperamentvolle vrouw die van zichzelf een instituut maakt. Ja. Ja, dat is een enorme paradox. Tot die zorgvuldigheid behoort een scherp onderscheid tussen de vervulling van het ambt en het privéleven. Dat is soms moeilijk, omdat ambt en familie historisch met elkaar zijn verweven. De politieke bedreigingen zijn nihil, maar de grootste bedreigingen voor haar onderneming is, die komt uit persoonlijke hoek. Dat is haar strijd. Dat moet ze zien te controleren. Het bewaken van de dynastieke statuur loopt als een rode draad door haar leven. Als kroonprinses verzet ze zich aanvankelijk tegen de keuze van Margriet om de burgerjongen van Vollenhoven te trouwen, die later zo'n belangrijke rol zou spelen. Op een gegeven moment heeft Juliana begrepen dat er geen houden aan was. En die heeft gewoon groen licht gegeven. Dat heeft ze telefonisch moeten horen, dat de verloving opeens binnen een week feest zou zijn. Beatrix, volgens de overlevering, heeft daar stampvoetend op gereageerd. Ze was, ik meen op de Antillen, in ieder geval in een ander land. En zou stampvoetend aan de telefoon gestaan hebben. Dat weten we nu, hoe ze dat gedaan heeft. Dat tekent haar. Dat heeft ze niet verplaatst. Ze wilde Pieter niet. Dat vond ze niks. Dat was een burgerjongen. Ja, dat deed ze niet. Dat zou zij ook niet gaan doen. Dacht ze. Als Willem-Alexander verkering krijgt met het burgermeisje Emily Bremers, valt ook dat buiten de door Beatrix gewenste kaders. Liefst iemand uit het buitenland. Liefst ook blauw bloed. In ieder geval iemand met een moeilijk reconstrueerbaar verleden. Het moest niet iemand zijn met wie jij of ik in de klas konden hebben gezeten. Geen meisje dat misschien ooit wel een liefstalletje zou hebben gepleegd bij de HEMA of zo. Bijvoorbeeld. Daarna kon Beatrix zich eigenlijk niet permitteren om nog een vriendin af te wijzen. Want haar zoon heeft haar dat wel kwalijk genomen. En die heeft ook gezegd, min of meer, dat heb ik begrepen van hele intieme bronnen, dat als hij de volgende vriendin ook zou afwijzen, dat hij dan zou kiezen voor die vriendin en niet voor de troon. Dat later de burgermeisjes Maxima, Laurentien en Mabel aan het hof verschijnen, kon en wilde ze vermoedelijk ook niet meer tegenhouden. Het kon niet zo zijn dat haar zoons zonder vrouw bleven. Ze heeft het toe moeten staan aan Willem-Alexander en Friso en die Constantijn. Dat kan bijna niet anders. Je kunt natuurlijk eigenlijk niet naar je schoondochters kijken als instituten. Dat kan niet. Het compromis met de werkelijkheid. Nog twee keer zal het stormen op Paleis Noordeinde. De affaire Edwin de Roy van Zuiderwijn. Man van een nichtje die heibel trapt. Het kabinet van de koningin laat zelfs de AIVD onderzoek doen naar deze dwarsligger. Dat Margarita, een labiele meid, die veel kan weten van het koninklijk huis, dat juist die meid met zo'n jongen binnenkomt, nou, dat heeft ze absoluut niet kunnen verkopen. Dat neigt naar Britse toestanden en dat vindt ze een crime. Ik vind het wel een vergaand
gevoel van controle. Als je zelfs de man van je nichtje wil screenen. En tenslotte het Bernhard-interview in de Volkskrant, waarin haar vader, met wie ze zich als opgroeiend prinses zo verbonden voelde, na zijn dood publiekelijk nog eens zijn buitenechtelijke escapades uit de doeken doet. Ze wist er helemaal niks van. Mijn hoofdredacteur heeft de dag voor publicatie, de avond voor publicatie, Paleis laten weten dat dit eraan kwam en men was gechoqueerd. Het was voor haar verschrikkelijk. Het was ook een soort verraad. Pijnlijk, want kijk, de Roy van Zuiderwijn en Margarita, nou ja, bedrijfsongeval. Dat je vader, met wie het uiteindelijk na de Lockheed-affaire toch min of meer goed kwam, dat, in de zin dat de rust bewaard bleef, dat hij dan nog zo'n nabrander heeft, dat is pijnlijk. Dat is eigenlijk wel een soort een tragische wending in die relatie geweest, die ook niet meer goed gemaakt kan worden. De koningin die alles zou restaureren. Met het roze jasje. All that, you see it. Ze zeggen dat ze milder is geworden. Ja, ja. Nog nooit gezien, dus nu weer. Minder krampachtig. Ongeveer 9000 verschillende dingetjes. Hoe? En dat is allemaal. Kunt u dat bijhouden? De laatste tijd zie ik, en dat is volgens mij te danken aan die schoondochters en die kleinkinderen, zie ik weer een grote ontspanning. En ondanks het feit dat ze dus hele zware jaren nu achter de rug heeft met het verliezen van haar ouders en haar man, wat voor ons allen er behoorlijk in hakt, vind ik dat ze daar zich buitengewoon van heeft hersteld. En ik vermoed dat dat komt omdat ze door de zonen en de schoondochters wordt gedragen. Kijk, toen zij in 1980 begon, was het een eenzaam avontuur. Als zij straks opstapt, in de laatste jaren heeft ze het gedaan met drie zoons en drie schoondochters. Dat was de firma die we zagen. Ja, maar op de eerste plaats hebben we drie zonen die zich ook niet onbetuigd laten. Het fundament van de monarchie is daarmee aanzienlijk versterkt. Maxima ook? Maxima, dat is een dochter van een boer. Ik ben er heel gelukkig mee natuurlijk. Hè? Maxima is natuurlijk de grote troef van de komende generatie. Die beter had niet gekund. Die heeft alles wat je in een koningin in dit tijdperk zoekt. Dit is gewoon een superster zo'n beetje. Beatrix, hij heeft de monarchie verbreed. Misschien zelfs wel gered. Want stel je nou voor dat zij niet voor die institutionele weg zou hebben gekozen. Wat zou er dan zijn gebeurd met het koningshuis, denk je? Ja, dan kun je het niet afdwingen dat de staatsvorm overleeft. Dat kan je überhaupt niet, maar je kan het wel een handje helpen. Dus zij was wel verplicht om die keuze zo te maken? Dat was absoluut een noodzaak. Ja. Zeker als je ziet hoe ze begon. De echo van de geschiedenis van Lockheed en Hofmans. Het ongelukkige huwelijk dat haar ouders hadden. Dat zat zo stevig tussen de oren. Daar moest ze iets tegenover stellen. Is het knap wat ze gedaan heeft? Ja. Wat is knap? Dat je vanuit een broze positie die monarchie versterkt. Het koningschap is eigenlijk veel meer een persoonlijke opdracht dan een politieke opdracht, volgens mij. En dat heeft ze goed gedaan? Dat heeft ze heel goed gedaan. Door het persoonlijke juist uit te schakelen. Precies. Wonderlijk eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Voor meer informatie www.profieltv.nl